Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way. We gaan vanavond kijken en luisteren naar Jock Shaw, zoals u het nu ziet. Die zal sowieso nog iets vertellen. En de bijna wereldberoemde Rob Nijenhuis, die voor de muzikale ondersteuning gaat zorgen. De whiskies die we vanavond gaan proeven, zal Arjan in zijn assortiment opnemen. Dus wat dat betreft kun je ze straks gewoon hier gewoon kopen. En dat het iets bijzonders is, dat laat ik graag uitleggen door Jock. Dankjewel. Hallo whisky liefhebbers. Mijn naam is Jock Shaw. Ik heet Shaw van mijn achternaam omdat mijn vader uiteraard ook zo heet. Maar ik ben in Glasgow geboren. Niet in Glasgow zelf, maar ten westen van Glasgow. In een stad Paisley. En we gaan vanavond door het wondere wereld van whisky. Whisky is een toverdrank. Dames, kijk naar mij. Kijk naar mij, dames. Hallo, dames. Maar kijk naar mij even. Hallo. Kijk naar mij. Dames, zien jullie mij? Zie je mij? 1,66 meter, dikke buik. Zie je dit? Wacht maar tot het eind van de avond. Ik verander in jullie beleving op wonderlijke wijze in Brad Pitt. Dat is een van de voordelen van whiskies. It gives everybody a fair chance. Ik wil jullie vragen, ik ga whiskies één voor één inschenken. En vraag om niet in één keer alles naar achteren te keilen. Niet omdat ik daar een moreel bezwaar tegen heb. En niet uit sociaal-hygiënisch oogpunt. Je mag het van mij doen als je wilt. Maar het is zonde, want aan het eind van de avond, dan ga ik vragen, hoe smaakt whisky nummer 1 nu? Dus dan hou maar een klein beetje achter een glas om op terug te komen. En dan, je zou merken in de loop van de avond dat je smaakpalet behoorlijk gaat veranderen. En dat de whisky transformeert. Ik ga ook preken tegen jullie uit het woord van God. Ja? Echt wel? En ik ga ook nog eens een keer aan het einde een SM-spel met jullie spelen. En ik ga niet liegen en zeggen dat het geen pijn doet. Want het doet zeer. We gaan elkaar een klein beetje pijn doen. Je krijgt tranen van in de ogen. Maar het is echt lekker. En mannen, niet gaan liegen en zeggen, omdat er vrouwen bij zijn, dat je nooit een keer je vast hebt laten binden in een kelder. En tepelklemmen aan hebt laten leggen. We've all been there, hè? We've all done it. Ik ga een begin maken met een whisky in te schenken. En de whisky is gemaakt door Cadenhead. Cadenhead is een van de onafhankelijke bottelaars van Schotland. De oudste onafhankelijke bottelaar van heel Schotland. En ze bottelen deze blended whisky Pataki Side. Dus gun je tong en je mond alles. Ik schenk het in en dan leer ik wat meer over. Ga het inschenken. Nee, gaat goed. Gaat goed. Ik word altijd nerveus de eerste keer dat ik schenk of ik uitkom, hè. Ja. Ik ga het op overdreven wijze voordoen hoe ik dit proef. Kijk eens. Dan druk ik mijn tong tegen mijn gehemelte, dat het langs kan lopen. Smak ik een beetje. En ik wacht, want hij zit nu achter mijn ribbenkasten. Even wachten tot hij bij de buik komt. In de buik. Nu voel ik hem in mijn buik warm. Dan geef ik hem lucht. Dan krijg ik een afdronk. Wat ruiken we hierin? Wat ruiken jullie hierin? De kenners, de Uskebox Society. Wat ruiken jullie in deze Pataki Side? Fruit. Welke fruit ruik je erin? Is het citrus? Of is het pruimen? Of is het peer? Is het appelachtige fruit? Of is het een citrusachtige fruit? Whisky is een
En drank die onderhevig is aan wetgeving, Scotch whisky althans, en dat drinken we vanavond. De wetgeving schrijft voor dat Scotch whisky mag heten als het minimaal 3 jaar en ook 1 dag in een eikenhouten vat heeft gelegen. En wij drinken vanavond whiskies van 12, maar ook al, we hebben 19 jaar Kalila aan het eind, op vatsterkte. Number 2. Hoppa. Oh ja, ik moet hier om de hoek ook nog, hè. Maar wat vinden jullie van deze Longmorn? Is het mooi? Ja. Hey, voor de pauze, wat zou een avond als dit zijn zonder een lied wat verhaalt over whisky? En dit is een lied heel erg bekend, wereldwijd bekend, en het heet Whisky in the Jar. As I was going over the snow-capped Kerry Mountains, I met with Captain Farrell, and whose money he was counting. I first produced me pistol, and then produced me rapier. I said, stand and deliver, for I'm the bold deceiver. Mushering da ma do da ma da. Back for the daddy-o, back for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Hey, I counted out his money, and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She sighed and she said she never would deceive me. But the devil take the women, for they never are easy. Mushering da ma do da ma da. Back for the daddy-o, back for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Went into me chamber, all for to take a slumber, and I dreamt of golden jewels, and the Lord, it was no wonder. And Jenny took me charges and filled them up with water, then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering da ma do da ma da. Back for the daddy-o, back for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Well, it was early in the morning as I rose up for travel. The guards were all around me, and likewise Captain Farrell. I couldn't produce me rapier, for she'd stolen away me rapier. And I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Mushering da ma do da ma da. Back for the daddy-o, back for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Well, some men take the night and gambling and smoking, and some men take delight in the carriages are rolling. But me, I take delight in the juice of the barley, and porking pretty fair maids in the morning bright and early. Mushering da ma do da ma da. Back for the daddy-o, back for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Oh, mushering da ma do da ma da. Back for the daddy-o, back for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Hey! Dank u wel. Tot mijn hand. De tweede helft van de avond, er is voor gekozen om het rokerige gedeelte te maken. Wat ik nu zo rond ga brengen, het is 8 jaar dat hij gerijpt heeft. En opnieuw geen kleurstof in of zo, maar toch. Je kan wel zien aan de kleur dat het een hele actieve vat is geweest. Dus dat vat heeft behoorlijk van zichzelf wat gegeven. Maar dat rokerigheid wat jullie net geroken hebben aan dat gerst of zo meteen gaan ruiken, dat is nog terug te vinden hierin. Dus ik ga deze rokerige whisky inschenken. En in de hoop dat het jullie kan bekoren. Waar begon ik de laatste keer? Hier of daar? Begin ik nu op Brad Pitt te lijken? Alsjeblieft. Deze rokerige geur heeft niets met de turf te maken, hè? Ja, dit is de turf. Dit komt ook van de turf. Ja, extreem turfig, ja. Ja? Ja, vrij extreem ook, hoor. In een potje met gist gelegen.
Ja. Ja, dankjewel. Kom. Smoker. Dan Vegan is de bottelaar, maar de whisky wat erin zit is, je spreekt het woord uit, Bonnehaven. 13 jaar oud en beauty. Smoky. De Bonnehaven. Ik hoop dat ik kan de camera mij nog oppikken zo door de t-shirt heen. Mooi. Kijk, ik wil een klemmend beroep op jullie doen om op elkaar te wachten. Net zoals bij de Heilige Avondmaal. Even op elkaar wachten. Hè. Ik ga zo inschenken. En dan ga ik met jullie een spel doen. Deze whisky die ik zo in ga schenken is van de Whisky Agency. De Whisky Agency is een stel rijke lui uit Duitsland. Die in Schotland het mooiste van het allermooiste bottelt. Dit zijn dure jongens. Dit zijn flessen die in de winkel boven de 100 euro kosten. En het is een 19 jaar oude Carlina. En hij is op vatsterkte. Hij is in het vat gegaan op 67% alcohol. Na die 19 jaar door de verdamping is de alcohol telkens gezakt. Van 1992 af tot 2011 tot 50,5. Dat is niet verwaterd tot 50,5. Alle andere whiskies tot nu toe is tussen de 40% en 46% geweest. Maar allemaal met water teruggebracht naar bottelsterkte. Deze heeft zijn kracht op een natuurlijke wijze verkregen. En we gaan hem ook op SM-wijze doen. Want eigenlijk had ik deze whisky als eerste in moeten schenken. En jullie vragen niet aankomen. Blijf eraf en wacht maar tot het eind. En dan had ik hem 2 uur de tijd gegeven om te ontwikkelen. Een glas, dat was die het mooiste. Maar dat proces van 2 uur kan ik dan inkorten tot 1 minuut. En dat wordt door middel van SM gedaan hoor. Het doet een beetje pijn, maar we doen het samen. We gaan samen door die pijn heen. Hè? En je zou merken hoe lekker het kan zijn. En dan krijg je zo'n Barry White moment. Oh yeah, baby. Oh yeah. Bend over. Ik kom hem brengen. Voor de messes. De Big Glen came voor de messes. Ik doe